Nou, hoi allemaal en wat leuk jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik een pashokje shoplog voor jullie doen bij Monom Kinderkleding. Dat zit hier in Roon, dus daar ga ik nu naar binnen. En ik heb er echt heel erg veel zin in, dus let's go! Ik heb nu dus dit aan en dit is zo'n setje met zo'n broekje en zo'n hemdje. En ik vind dit heel erg leuk. Ik vind dit echt heel erg leuk, deze kleur. Ja, dit vind ik super leuk. Nou, ik heb dus nu dit super leuke setje aan en dit shirtje is van Coast Park. En het broekje is van Shiwi en ik vind dit echt heel erg leuk voor op vakantie of zo. Dus, Nou, dit is het volgende setje. Deze gele rok met dit shirtje met geel. En dit is dus weer een setje van Coast Park. Ik vind dit ook echt weer heel erg leuk. Alles wat ik tot nu toe aan heb gehad, vind ik echt super leuk. Heel erg leuk is dit. Nou, ik heb dus nu dit setje aan. En ik heb deze jeans aan met zo'n lijntje. En deze is echt heel erg lekker. Is heel erg stretchy en zachte stof. En er zit ook zo'n dingetje bij en dat kan je er dan afhalen en heb je een leuk armbandje. En dit is de jeans. En dan heb ik deze grijze trui aan, ook van Blue Barn. En het is zo'n cropped boxy fit en dan met zo'n leuke ritjes. En ik vind dit echt heel erg leuk. Dus deze is ook gezond. Nou, zoals je kan zien hebben ze ook hele mooie details. Deze leuke knoop en hier zo dit labeltje. En wat ik ook heel leuk vind hier achterop, dat huisje. En dan natuurlijk nog dit leuke armbandje, want het is de Denim Brand That Cares. En hier zo nog. Nou, ik heb dus nu deze grijze jurk aan met van die splitjes en met een capuchon. En deze is van Donna Karen New York, oftewel DKNY. En ik vind hem echt heel erg leuk, want normaal staan dit soort kleuren mij niet echt, maar deze is wel heel erg leuk. Superleuk! Heel erg leuk. Alleen ik vind dat het setje wat ik net aan had van Ben en ik vind dan wel echt vele malen leuker. Deze is trouwens van Aiko. Maar ja, deze ga ik dus niet nemen. Maar dat setje wel hoor. Dus ik ga nu weer passen. Ik heb nu deze zwarte jurk aan van Ben en ik. Met van die gele streepjes. En dit zit dus echt heel erg lekker. Want het is zo'n travel stofje. En dat is zo... Ik weet niet, zo stretchy en het zit echt heel lekker. Dus dit vind ik echt een leuk jurkje. Dus ik ga nu weer doorpassen. Nou, ik heb dus nu dit superleuke setje aan. En dit is een geel panterprint rokje van Aiko. Met zo'n blauw dan. En dit blauwe shirtje met zo'n wit en joué van Coast Park. En ik zal nu even een rondje maken. Zo, dus dit is ook echt heel erg leuk voor de zomer. Lekker felle kleurtjes. Nou, ik ben goed geslaagd. Ik heb niks van Blue Barn jeans, maar dat komt omdat ik thuis al echt heel veel broeken ervan heb. Maar ik heb wel super leuke andere dingetjes, dus dat zal ik thuis even aan jullie laten zien. Dus ik ga nu weer naar huis. Nou, ik ben dus nu weer thuis zoals jullie kunnen zien. Het was super leuk. Ik heb echt leuke dingen geshopt. En ik zit trouwens in mijn sportshirt, omdat ik net heb gesport, dus vandaar. En ik zal jullie nu allemaal even laten zien wat ik heb gekocht. Als eerste heb ik dit riempje gekocht. Even kijken, zo moet die vast. En dit zit dan zo om je taille heen. En dan is die gouden met groen. En ik vind dit echt heel leuk. Het lijkt zo echt heel klein, maar het is heel stretchy. Zo, hoep. Dus dat gaat helemaal om mijn taille heen. Dan, trouwens, alle kleding die je nu gaat zien is van Pen & Ink. Omdat ik daar gewoon allemaal setjes van heb gekocht. Dus... dat jullie weten dat het allemaal van Pen & Ink is. Dan heb ik deze zwarte jurk. En dan aan de zijkant heeft hij zo twee gele streepjes. En dit is zo'n lekker stretchy travel stofje.
Nou, van datzelfde stofje heb ik ook een rokje. En dat is dan gewoon een zwart rokje. En dan heeft hij aan de zijkant een wit streepje aan alle twee kanten. Dan heb ik een hemdje. Zo, zwart met allemaal witte cijfertjes erop. Dan heb ik in datzelfde soort travelstofje heb ik ook dit lange mouwen shirt. Dan heb ik nog, dit is echt een heel lekker stofje. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Het is heel stretchy en van de binnenkant is het een beetje fleece. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar het is dus dit oranje hemdje. En dan staat er, hij valt. Dan staat er hier zo op la la la. Dus deze vind ik echt heel erg leuk. Dan heb ik nog een trui, ook in dat oranje. En dan zo met twee zwarte strepen. En dan hier zo pen en ink erop. En deze is ook zo lekker fleece, zacht van binnen. En dan echt een superleuke broek. Dat is deze broek. Dat is weer dat travelstofje. En dan heeft hij zo van deze oranje ruffeltjes aan de zijkant. En ik vind dit echt heel leuk. En jullie zullen nu even de aanbeelden zien, want dan zien jullie ook hoe het staat. Dus die gaan jullie nu even zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Heb je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker hier even beneden. Vergeet ook niet het duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vindt. En wil je op de hoogte blijven wanneer er een video komt? Klik dan zeker op het belletje ook hier beneden. Zo krijg je een melding wanneer er een nieuwe video is. En dan zie ik jullie de volgende keer wel weer. Doeg!